Het Korps Brandweer Suriname, KBS, heeft gisteren haar droge tijdcampagne gelanceerd op een terrein aan de Wolframstraat. Ook tijdens deze droge tijd moet de brandweer vaker uitrukken voor gras- en vuilbranden. De droge tijd vormt elk jaar weer een uitdaging voor het Korps Brandweer Suriname. Het trekt een zware wissel op het personeel, het materieel en materiaal van het Korps Brandweer. Timbo Amatali, rajoncommandant Geersvleit, zegt dat er landelijk op jaarbasis tussen de 1500 en 2000 gras- en vuilverbrandingen plaatsvinden. Deze branden worden moedwillig aangestoken, waardoor de brandweer onder druk komt te staan. In deze periode van de droge tijdcampagne zal de brandweer vaker zichtbaar zijn in gebieden waar er veel gras- en vuilverbrandingen voorkomen. De surveillance middels een logistiek, middels een pick-up en middels bikers. De brandweer heeft nu een bikersunit. U ziet die bikers daar, die fietsen. Dat is dit jaar nieuw bij de brandweer. De bikers zullen worden ingezet voor preventiewerkzaamheden. En voor community safety, om huis aan huis, folders af te geven in de brievenbussen. En misschien een kort gesprekje met de eigenaar. Maar wel de COVID-protocollen moeten wel in acht worden genomen. Districtscommissaris Ricardo Bolla roept de samenleving op eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het verbranden van gras en vuil typeert Bolla als asociaal gedrag, gezien dat grote gevolgen kan hebben voor het milieu en de gezondheid van de mens. Er zal dan ook worden opgetreden tegen personen die zich toch schuldig maken hieraan. Er zullen boetes uitgedeeld worden en eventueel hechtenis enzovoorts. Dit zeg ik expliciet erbij, zodat de mensen zijn gewaarschuwd. No doing, laat het na, stop met het verbranden van vuil. Als u erfvuil heeft, laat het gescheiden opgehaald worden. Aanstaande zaterdag is er ook een actie van Suresio Suriname, waarbij wij in Suriname gaan promoten het ophalen van gescheiden vuil. Plastic apart, flessen apart en alle andere spullen apart. Maar erfvuil, bladeren, takken, dat doe ik zelf ook. Daar kunt u compost van maken. U kunt het achterop het erf zetten, afdekken met zand en dat wordt dat mest voor uw planten. Met deze activiteit wil het Korps Brandweer Suriname samen met de gemeenschap het aantal meldingen voor gras- en vuilverbrandingen tegengaan. De eerste stappen hiertoe zijn de eigen verantwoordelijkheid en sociale controle, zegt Amatali. De brandweer zal ook in verschillende buurten rondrijden en met een megafoon instructies geven hoe te handelen bij brand.